Nou, mooi om hier te zijn. In Veen. 38 jaar geleden nam ik het beroep aan naar Aalburg in oktober. Begin oktober. Dus toen ik hier weer heen reed, ja, kom je wel vaker natuurlijk. Want ik heb hier ook mijn garage in Wijk in Aalburg. Bij Weigertse, voor de kennis. Het is betrouwbaar, hè? Betrouwbaar volk. Nee, maar goed, dan. Het was vanzelfde soort lucht als toen ik de beroep aangenomen had en hier nog een keer naartoe reed. Nou, dat was gebeurd. En dan denk je, wat is het toch? Wat gaat de tijd hard? Natuurlijk, 38 jaar is ook een hele ruk, maar het is ook heel hard gegaan. En als het achter je ligt, is het maar een zucht. Maar dat is natuurlijk oude mannen praten, begrijp ik ook wel. Maar goed, het is mooi om hier vanavond te zijn. En ik hoop dat we met elkaar iets goeds kunnen beleven. En de vraag was, ja, jongeren en christen zijn, hoe zit dat? En dat kun je niet in je eentje, dat sowieso niet. En dat bleek al uit wat we zojuist hebben gelezen. En ik denk dat het goed is om het daar eens even met elkaar over te hebben. En ik dacht, om te beginnen, dat is helemaal waar, maar als je kijkt hoe het was in het begin van de Bijbel, was je wel heel snel al een eenling. Ik denk altijd, ja, vroeger, toen geloofde iedereen, nou dus helemaal niet, hè. Dat zou je kunnen weten. Die Abel heeft een broer, maar hij staat alleen in zijn geloof. En die broer die irriteert zich daar zo aan, dat het zelfs een dood wordt. Apart, hè. Dat is hoofdstuk 4 van de Bijbel. En dan krijg je Noach, ja, die is ook eens in eentje volgens mij, enige gezin. Niks samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan. De rest die haalt zijn schouders op. God krijgt totaal geen voet meer aan de grond, nadat we hem hebben afgedankt. Dat is best begrijpend. Dat is het eerlijke verhaal van de Bijbel. Nou, dan krijg je de toren van Babel, dat verhaal kennen jullie ook. Een toren die reikt in de hemel. Mensen die helemaal, zeg maar, leven bij hun eigen mogelijkheden. En die ook geloven in onbegrensde mogelijkheden. Een toren die reikt tot in de hemel. Het zegt, wij redden onszelf wel. En God, daar zitten we niet op te wachten. Dan is het geloof helemaal verdwenen. Ik hoor de mensen van niemand die om God verlegen zit. Over secularisatie gesproken, staat natuurlijk vandaag vaak in de krant, hè. Hele sombere verslagen over secularisatie en kerkverlating. En het is nog nooit zo erg geweest als nu. Nou, het kan veel erger. Het kan veel erger. De eerste hoofdstukken van de Bijbel, hoofdstukken 1 tot 11, is het gewoon helemaal 10 keer niks. Valt het nu reuze mee. Want we zitten hier met een kleine 100 man. Die had je toen niet, hoor. Apart, hè, als je erover nadenkt. En dan in Genesis 12, dan heb je Abraham. Nou ja, op zijn 75ste, omdat God zelf zo sprak, dat hij ineens ontdekte, dit is te leven. Abraham had daarvoor geen idee. Die leefde bij de goden van toen. Allemaal dode goden. Die hadden ze zelf gemaakt. Ja, en goden die je zelf ontwerpt en waar je voor je dan buigt, die zijn natuurlijk zo dood als een pier, want jij blaast het leven er niet in. Hè? Dat is nog altijd zo. Hè? Dus de dingen waar jij je aan geeft, zijn altijd dode goden. Dat wil zeggen, jij geeft je er wel aan met hart en ziel en voor jou is het je leven. Maar het is natuurlijk, als het erop aankomt, een God zonder mond. En als je hem al, ja, ze maakt natuurlijk, bij die godenbeelden maakt ze wel een mond, maar die zijn niks. En ogen, maar die zagen niet. En oren, maar die hoorden niet. En benen, die niet liepen. En handen die zich niet naar je konden uitsteken. Allemaal dode goden. En dat is toch altijd, tot op de dag van vandaag. En toen ineens een stem. En Abraham wist van het een op het andere het moment. Dit is de levende. Dat is mooi. Heb je al nodig ook. Had Abraham nodig? God die zichzelf zo openbaarde, bekend maakte dat Abraham diep overtuigd raakte. Terwijl hij daarvoor geen idee had. Misschien nog uit verhalen of zo, op de een of andere manier. Maar als je leest in Genesis 11, komt zijn familie voorbij. En er komen allemaal namen voorbij, maar de naam van God ontbreekt daarin. Dus misschien, ja, uit het verre verleden,
afstammeling van Sem, van Noach. Maar misschien was het een verhaal van heel lang geleden totaal niet meer actueel. Hij was in ieder geval zelf niet naar op zoek naar God. Zover was het weg. Dat is de Bijbel, even goed bedenken. Dat is een heel eerlijk boek. Dat is niet een mooi boek met allemaal mooie verhalen. Dat is een boek waarin het God totaal niet lukt. En toch, hij zet door en hij zoekt op en hij spreekt aan. En hij begint iets in het leven van Abraham. En is die Abraham is diep overtuigd. Misschien herken je dat wel. Dat hoop ik op de een of andere manier. Dat God zo gesproken heeft door een preek. Of door een Bijbelgedeelte wat je las. Of door iets wat er gebeurde in je leven. Dat kan ook. Dat je iets gewaard werd van God. Want God spreekt door woorden en door daden. Wij zeggen vaak alleen het geloof is uit het gehoor. En dat is ook heel erg waar. Maar het geloof is ook uit zien. Want God die kan wonderen doen. En die kan woorden spreken. Dat zie je ook bij Jezus later. Hij doet wonderen. En dat geeft mensen te denken. Dat ze ineens denken wie is dit. En dat ze overtuigd raken. En hij spreekt woorden. Met zo'n overtuigingskracht. Dat jij weet dit is God. En dat is natuurlijk iets van de geest. Maar dat wist Abraham allemaal niet. Hij wist één ding wel. Die stem die ik nu hoor. Dit heb ik niet maar zelf bedacht. Dit is de levende. En dat is heel apart als je erover nadenkt. Dat je van het ene op het andere moment zo overtuigd kunt raken. Zo overtuigd dat je iets doet wat toen niemand zou doen. Dat je je familie achter je laat. Dat je het land waar je bent opgegroeid achter je laat. En dat je achter die stem aangaat. En toch, het kan herkenbaar zijn voor jou. Dat jij op de een of andere manier zo van God vernomen hebt. Kan al van kinds af aan. Kan ook op je 12e, je 14e, je 18e. Maakt niet uit. Misschien nog maar een maand geleden. Maar in ieder geval dat je iets gewaar werd van hem op zo'n manier dat jij overtuigd bent dat het maar geen verhaaltje is wat je van huis uit meegekregen hebt, maar dat hij de levende is. En dat is ook wel belangrijk trouwens, dat jij persoonlijk overtuigd raakt. Want je kunt het niet doen met het geloof van je vader of je moeder, die kunnen ergens van overtuigd zijn, maar aan de andere kant, dat zeg ik wel even erbij, behalve Abraham had je ook Lot, jullie kennen ook Lot wel, die trok met Abraham hem mee. En die Lot die lifte een poosje mee op het geloof van Abraham. Want die had zelf geen stem vernomen, maar die was familie. En die lifte een poosje mee op het geloof van Abraham. En nou, dat zat bij die Lot niet zo heel erg diep. Want toen die moest kiezen, toen koos die voor Sodom. He, dus zo heel diep zat dat geloof niet van Lot. Maar het mooie is dat dat juist in Sodom toen toch echt levend is geworden. Hoe precies, dat staat er niet bij. Maar er staat dan later wel dat die Lot zijn ziel, zijn rechtvaardige ziel, kwelde. Dus hij was daar niet echt thuis. En dat kwam omdat hij intussen thuis was gekomen bij God. Dus je kunt ook een poosje meeliften op het geloof van een ander. En dat hebben jullie denk ik allemaal gedaan op het geloof van je ouders. En misschien dat je dat nog wel een beetje doet op het geloof van die of die. En dat is niet gelijk verkeerd. Dat je hoort en merkt en ziet aan die ander dat het ergens over gaat. En dat dat bij jou iets gaande maakt. En dat je misschien wel op die reden hier zit. Maar je voelt wel aan, die persoonlijke overtuiging is ook wel heel belangrijk. En daar kun je gewoon ook om vragen. Zou ik gewoon ook doen. Dat je het niet in het midden laat, maar dat je zegt, God, ik wil... Ik zie aan hem, aan haar, dat u de levende bent en ik zoek u. En ik zou, ja, ik wil heel graag dat het tussen u en mij hechter wordt, opener, duidelijker, zeker. Dat ik overtuigd raak. Dat is heel mooi. Er staat in Jeremia eigenlijk zoiets als overreed mij. En dat is een oud woord voor overtuigen. Overtuig mij, zo zal ik overtuigd zijn. Want het voelt allemaal aan, soms kan de twijfel ineens bespringen. En gaat het er ergens over? Is het geen fake nieuws? Dat hele evangelie en de hele Bijbel. En alles wat die dominee is eruit kraam. Is dat geen fake nieuws? Dat is vandaag erg in, fake nieuws. Het lijkt net echt, maar het is niet echt. Het is niet gewoon iets wat wij met elkaar in de lucht staan te houden. Zijn er niet bewijzen erover en signalen genoeg dat het nergens op staat? Want kijk eens om je heen in de wereld. Hoe kan dat nou? Is dat nou te rijmen met God? Krijg je al die bekende vragen? Ga ik vanavond niet allemaal op in, want dan zit je hier morgenochtend nog. Maar
fake nieuws. Nee, het is geen fake nieuws. Kan ik je echt verzekeren. Maar ik zeg je ook, ik heb wel een aantal keren in mijn leven gehad dat ik dacht. Zomaar dacht. En het was een soort aanvechting dat het wel fake nieuws was. Klopt het wel? En bedoel ik niet of God mij genadig is, maar of God überhaupt bestaat. Dus ik snap die vraag wel. Het is geen gekke vraag. En misschien moet je soms ook wel eens even heel erg door die vraag heen om tot zekerheid te komen. En dan zou ik willen zeggen, als je er middenin zit, dat zou kunnen, ik ken jou niet, maar als je daar middenin zit, zeg het uit naar God. De enige die mij daarin uiteindelijk antwoord heeft gegeven, geholpen heeft, is God zelf. Hij heeft zich een en andermaal zo bewezen dat ik diep overtuigd ben geraakt. Terwijl ik heel goed besef dat geloven niet de gewoonste zaak van de wereld is, dat er een heleboel tegenin kan komen, en toch, ik ben diep overtuigd. Net zo overtuigd, dat durf ik wel te zeggen, als de vader van alle gelovigen, Abraham. Omdat ik van hem zelf vernomen heb. Hij mijn leven zo binnen is gekomen dat een en ander maal, was bij Abraham ook een en ander maal, niet elke dag. Abraham werd niet elke dag aangesproken, maar wel een en ander maal op zo'n manier dat hij steeds zekerder werd. En dat zijn geloof, ook al raakte hij soms twijfel, dat het toch niet ophield. Dat is mooi, hè? Het geloof van Abraham is een prachtig geloof eigenlijk. Maar hij moest wel in zijn eentje geloven. Oh ja, hij had zijn vrouw, Sarah. Maar ja, hoe die er nou precies in zat. Maar in ieder geval, ze waren wel beide overtuigd van de belofte van God. Ze waren in ieder geval wel met z'n tweeën. Maar die hield ook wel een beetje mee om. In die wereld van toen. Ik dacht vroeger op zondagsschool altijd, dat van God dat is heel groot en dat van Abraham en die rest, die Canaanieten, Ferezieten, Gergazieten en nog een heleboel van die Ieten, dat zal wel, hè. Dat was de verwaarloze factor. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Het is precies andersom. Al die volkeren, al die mensen, al die goden, mensen hadden allemaal hun eigen goden, hè, toen ook. Een heleboel goden waren er. En dan Abraham. En die had geen zichtbare God. Abraham, waar is jouw God? Ja, die kun je niet zien, die kun je niet afbeelden. Ik heb van hem gehoord. Ja, dat, hoe weet jij dat? Haal je dat niet in je hoofd? De twijfel van nu is dezelfde die er vroeger al kon wezen. Geen zichtbare God, één van wie je hebt vernomen, zelf, op zo'n manier dat je overtuigd bent geraakt. Maar ga het maar eens uitleggen aan zo'n Kanaaniet of Ferezit of weet ik wat voor iets. Ga het maar eens uitleggen, hè? Haal je dat niet in je hoofd, joh? Ik heb er nog nooit van gehoord. Een stem? Hoezo dan een stem? Dat was het geloof van Abraham. En hij moest in zijn eentje geloven. Dat viel niet mee, hoor. Ik heb er een boekje over geschreven. Dat kun je gewoon nog kopen als je wil. En niet nu, ik ben geen boekhandelaar, maar je kunt het kopen. Toen ongeloof nog heel gewoon was, zo heb ik dat boekje genoemd. Het gaat over het geloof van Abraham. Toen ongeloof nog heel gewoon was. Ik heb ook een tv-serie gehad toen geluk nog heel gewoon was. Maar ik dacht, nou, dat is wel een aardige woordspeling. Toen ongeloof nog heel gewoon was. Toen kwam Abraham tot geloof. Dus denk nooit dat jij het nu alleen maar heel zwaar hebt en dat het allemaal zo moeilijk is vandaag de dag. Dat is de eerste vraag. Is het vandaag allemaal moeilijker met al die invloeden van buitenaf? Ik zeg je, jij hebt het gemakkelijker dan Abraham. Als je dat maar even weet. Want jullie hebben elkaar. Toch? Abraham, die moest in zijn eentje. En dat viel niet mee. Het was goed dat God geregeld even voorbij kwam. Ik weet niet of hij het anders had gered. Nou, ik weet wel zeker van niet. Dat zie je ook. Dat ga ik nou niet helemaal nalopen. Nou, dan krijg je Isaac. En dan krijg je Esau en Jacob. En dan denk je, nou mooi, die zijn er met z'n tweeën. Nou, dat weet je, dat liep op niks uit. Dus Jacob bleef er alleen over. En dan krijg je de 12 zonen van Jacob. Nou, dat is een leuk stel. En dat is het volk van God. Die 12 zonen. Dat is nog een heel gedoe. Daar ga ik nu ook verder niet op in. Maar voel je hoe het er in de Bijbel naartoe gaat? Niks van, oh, toen geloofde iedereen, dat hebben wij toch moeilijk en zwaar. Toen was het een heel gedoe om te leven met die
tot Abraham, Isaac en Jacob gesproken had. En om dat dan vol te houden, daarop door te gaan, dat was een heel gedoe. En dat liep meer niet dan wel. En dan het hele Oude Testament, ga ik nu ook niet helemaal met jullie doorwandelen, maar als je het Oude Testament een beetje kent, dat is een dramatisch boek. Want door het hele Oude Testament heen zie je dat God steeds aan het kortste eind trekt, bij Israël notabene, bij zijn eigen volk. God trekt steeds aan het kortste eind en hun hart verliezen ze aan van alles en nog wat, allerlei afgoden, stelt niks voor, die afgoden, dode goden. Maar ze zijn zo reuze interessant, die dode goden. Daar leven de mensen veel liever bij. En God die klaagt bij monden van Jeremia. Wat mankeert er aan mij? Dat jullie mij links laten liggen. Terwijl ik hart voor jullie heb. Ik ben een God van genade. God heeft zijn naam aan hen bekendgemaakt. Prachtige naam. Kennen jullie de naam van God? Even tussendoor. Kennen jullie de naam van God? Hoe heet God? Ja? Ja, en wat betekent dat? Ja, en verder? En verder? Nee, en verder? Ik ben erbij. Het is een drama, hè, wat ik nu... Dus stel ik een heel eenvoudige vraag. Jullie weten het niet. Je gaat de naam van God ga je leren en je kent hem voordat het zondag is. Ja, en je kunt het opzoeken in Exodus 34. En ik moet het, elke gemeente waar ik kom, moet ik het uitleggen. Ik dacht, nou, hier zullen ze wel weten in Veen. De Heer is ook niet. En dat is, nee, maar dat is ook, ik snap wel dat je even lacht nu, maar het is eigenlijk niet om te lachen. Het is eigenlijk om te huilen. Dat jullie de naam van God niet kennen. Want in die naam laat God zijn hart zien. Hij heeft het ooit uitgeroepen aan Mozes. Exodus 34, kun je het opzoeken. Exodus 34, vers 6 tot en met 8. Hij roept God zijn naam uit. Hij zegt, je kunt me niet zien, maar ik zal me laten zien in mijn naam. Dan zal ik mijn hele hart eigenlijk voor je openleggen. En dan zegt hij, Yahweh, Yahweh, of ik ben die ik ben, ik ben die ik ben. En dan spreekt hij uit, God, barmhartig, genadig, geduldig, groot van goedheid en trouw. Nou, dus allemaal woorden die verschrikkelijk veel beloven, dat jij terecht kunt. En als je het nog niet begrepen hebt, dan krijg je het nog een keer. Die zonde, overtreding en ongerechtigheid vergeven. Het zijn drie woorden voor zonde. Alle woorden die er bestaan in het Oude Testament voor zonde. Dus wat voor zonde je ook op je geweten hebt. Zonde betekent dat je leven ernaast zit. Dat het niet aan Gods doel beantwoordt. Ongerechtigheid betekent dat je onder de maat blijft op allerlei manieren. En overtreding betekent dat je bewust dwars tegen de draad ingaat. Dus of het nou expres is of onbewust, of het nou groot is of klein, alle mogelijke zonden zegt God, ik vergeef. Ik ben erop berekend. Die God, daar heb je mee te maken. Dus God is maar niet iemand in de ruimte, heel vaag. God heeft zich uitgesproken tot zijn hele hart toe, voor ons opengelegd. En dan staat helemaal aan het eind van de naam, die de schuldige niet onschuldig houdt. Dat is dus het laatste wat God wil. Toorn is niet het eerste, toorn is het laatste. Als je met hem wil leven, moet je op zijn minst zijn naam kennen. Want vanuit die naam weet je wat je aan hem hebt. En in het Oude Testament wordt voortdurend ook een beroep gedaan op die naam. Denk op Psalm 103, barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, niet eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde. Dat is gewoon een lied op de naam. Als jij met God wil wandelen, moet je zijn naam kennen. En weet je wat zo machtig is? Als je die naam kent, hè, dan krijg je gewoon hoop, dan krijg je vertrouwen. Dan weet je, u bent die u bent. Ja, dat is wel mooi. U bent die u bent. U bent niet vandaag zus en morgen zo. En voor de een bent u het wel en voor de ander bent u het niet. U bent wie u bent. Altijd en overal en voor iedereen. Dat geeft vertrouwen. Omdat wij op zijn naam vertrouwen. Dat geeft hoop. Nou, zorg dat je die naam
kent en dat je bij die naam leeft. En weet dat die naam natuurlijk in Jezus vlees en bloed geworden is. En dat die naam in Jezus bevestigd is. Dat God zo kan zijn. En dat er voor jou bij God genade is. Dat is dus geen vraag. Goed. Abraham, Israël. God die moet bidden en smeken. Altijd weer of wij er heil in zien. Het is nooit de vraag of hij genadig is. Het is altijd de vraag of wij ervan gediend zijn. In de Bijbel echt is het nooit de vraag of God de genadige wil zijn. Nooit. Ga de hele Bijbel maar op na. De vraag is altijd of wij ervan gediend zijn. Of wij ervoor door de knieën willen gaan. Daarom is de vraag ook niet hoe krijg ik een genadige God. Dat is de vraag van Luther. Hè? Dat blijkt een hele reformatorische vraag. Maar dat was een Romeinse vraag. Dan was je nog roos. Hij dacht, hoe krijg ik God zover dat die genadig zal worden voor mij? Nou, zover hoef je God helemaal niet te krijgen, want God is genadig voordat jij erom komt. Dus een Romeinse vraag, dat jij je zo in bochten moet wringen dat God genadig zal worden voor jou. En bij Luther zat het dan vooral vast op het feit dat hij dacht, ik moet het goede hart hebben voor God. Ik moet echt zijn bij mij. Zo echt dat God niet meer om me heen kan en over de brug komt. Dat denken heel veel reformatorische mensen ook. Maar het is eigenlijk Rooms. Ik zeg het maar even voor de duidelijkheid. De vraag is helemaal niet, hoe krijg ik een genadig God? Hoe krijg ik God zover dat hij genadig wordt? De vraag is helemaal andersom in de Bijbel. Hoe krijgt God mij zover dat ik ervan leven ga? Dat is de vraag. Want God is jou voor. Al in de doop was hij jou voor. Kwam hij met zijn naam, legde hij op je leven. Hoe krijgt hij jou en mij zover dat wij voor hem door de knieën gaan en een beroep gaan doen op die naam en op die barmhartigheid? Dat is de vraag. Ik hoop dat je het begrijpt. Is dat vandaag ingewikkelder dan 100 jaar geleden of 200 jaar of dan in de tijd van Jeremia of in de tijd van Abraham? Nee. Nee, dat is niet moeilijker. Het is even moeilijk. Het is ook niet makkelijker, zeg ik er ook bij. Het is niet makkelijker en het is niet moeilijk. Het is, want in de tijd van Israël, er werd gevraagd invloeden van buitenaf. Nou, de tijd van Israël. Israël was een heel klein volkje te midden van de volkeren. En al die andere volken, Egypte, Assur, Babel en nog een paar van die andere volken, dat waren hele indrukwekkende volken. En dat volk Israël, dat was eigenlijk een heel, ja, dat viel een beetje in het niet. En die hadden dan ook een God nog die je niet zag, niet ziet. En die anderen hadden allemaal hele indrukwekkende goden. En die indrukwekkende goden van rondom, ja, die hadden zomaar invloed op het hart van Israël. En dat leek allemaal veel aanlokkelijker, die goden. Dat ging over de welvaart. Die goden gingen altijd over vruchtbaarheid en over kracht. Over de welvaart en over de macht, over geld en vaak gemengd met seks. Dat zijn de goden van vandaag. En die hadden een enorme aantrekkingskracht en die hebben nog altijd heel veel aantrekkingskracht. In velen ook, volgens mij. Jullie zijn goede handelaren, hè? Allemaal een vrachtwagen en zo. Wordt hier goed geld verdiend? Hou jullie ook van? De mensen, de meeste, heb ik wel eens begrepen. De Aalburg was een beetje armoediger. Dat was niet zo. Maar in Veen waren ze slim. Had op hun 20ste al een eigen vrachtwagen, een eigen handel. Gingen ze geld verdienen. Geld verdienen. Dat je voor je gaat, dat je er goed van doen kan, en seks, porno. De goden van toen zijn de goden van nu. Er is niets veranderd. En het was vroeger al even moeilijk als nu, om dan te kiezen voor de levende die een hart voor je heeft. En die jou veel meer te bieden heeft dan geld en goed en macht en seks. Maar die allereerst zegt, ik zoek jouw hart. Ik wil dat jij bij mij kind aan huis wordt. En natuurlijk mag je het dan gewoon goed hebben. Ik knijp jouw leven niet af. Integendeel. Ik gun je het leven. En natuurlijk mag je dan genieten van seks. Maar dan wel op zo'n manier dat je het niet aan kapot gaat met elkaar. Maar dat je in de liefde groeit en bloeit. Van God word je niet minder. God die neemt je het leven niet af. Hij heeft het leven geschapen. Maar hij wil dat je als kind aan huis bij hem zo thuis komt. En dat je dan van daaruit ontvangt. En dat je dan, ja, dat is ook mooi, hè.
Dat is ook heel mooi, dat wil ik jullie wel even zeggen vanavond. In de omgang met God, wat word je daar nou van? Word je er nou slechter van of beter van? Wat denk je? Daar word je echt beter van, hè? Dat staat, is de Bijbel vol van. Je hebt de werken van het vlees, dat is hebzucht en ruzie en ontrouw en overspel. En allerlei zeg maar, dubieus gedrag, leugen en bedrog. Dat komt allemaal zomaar in jezelf op, dat weet je zelf ook, hè? Je bent niet zo'n lievertje als dat je lijkt. Dat weet je zelf het beste. In de omgang met God dan. Gaat dat wat je leven verziekt en stuk maakt, dat gaat eraan. Dat is met Christus mee het kruis aan het kruis gegaan. En dan valt het nog een beetje tegen hoor. Valt nog een beetje tegen, ook al is het je vergeven. Het dient zich zomaar aan, het houdt zijn aantrekkingskracht. Maar in de omgang met hem, ja, leer je toch gewoon beleiden. God, het deugt niet. En het is echt kwaad. Het doet ook helemaal geen goed. Vergeef me. Dan ga je door op die genade en dan kan dat goede van God kan gaan bloeien. Wat is dat goede van God? Dat is dat je de liefde leeft en dat je vrede zoekt en dat je genadig bent en dat je de goedheid van God, dat die je handelen gaat doorademen en dat je geduld krijgt met anderen en dat je steeds meer herschapen wordt naar het beeld van Christus. En daar word jij een mooi mens van. Als je een vriend of een vriendin hebt, of een man of een vrouw of een partner. En jij gaat leven in het spoor van Christus, dan is die ander hartstikke goed mee. Die wordt daar vrolijk van. Die heeft dan iemand die betrouwbaar is. Die geduld met je heeft. Die jou hebben kan. Die liefde leeft. Trouw is, die je niet bedoelt, word je een mooi mens van. Van God groei je op tot een mooi mens. De zonde beknot. Het lijkt vrijheid, maar het beknot. Je lijkt opgesloten in je eigen rottigheid. En dan ga je dan op den duur aan kapot. Dat is de boodschap van de Bijbel in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En mensen hadden er toen ook al verschrikkelijk veel moeite mee om dan te kiezen voor het leven en niet voor de dood. Staat in Deuteronomium. Ik laat het u beiden zien, het leven en de dood. Kies dan het leven, opdat je leeft. En de moeite van toen is de moeite van nu. Dus ik dacht, ja, ik kan u net doen alsof het nu vandaag heel ingewikkeld is, maar het is vandaag nog net zo ingewikkeld als toen. En ja, het was toen net zo ingewikkeld als nu. Of je zou kunnen zeggen, het is nog net zo eenvoudig. Je kiest voor je eigen hart en wat daarin opkomt en dat je daarin overgeeft met alle gevolgen van dien. Of je buigt voor hem die jou hebben kan, die zo'n veelbelovende naam heeft, dat hij om te beginnen de barmhartig is. Ontfermend betekent dat. Dat hij jou hebben kan. Genadig, geduldig. Zonder overtreding en schuld vergeeft. Daar begint hij mee, hè? God begint jou niet met de maat te nemen. Begint niet met te zeuren aan je hoofd. Van dit en dat en zus en zo. Waar ik, wat het wel soms in de kerk kan gebeuren. Maar God begint met, kind ben je daar. Eindelijk. Dus blijdschap in de hemel als hij je aanziet komen. Heb je dat over nagedacht? Blijdschap. Niet een hele God heel bedenkelijk te kijken. Nou, wat kom jij doen? En denk jij dat jij er zomaar in kan? En je hebt mij ook jaren laten staan. En denk je dat jij nu zomaar. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat bedenk je zelf. Of dat bedenkt de duivel. Die werpt allemaal hindernissen op. Maar in de Bijbel staat dat de blijdschap is in de hemel. Ook over die jongen, weet je wel. Die was jaren en dag was die weg geweest. Had zijn vader voor dood verklaard. Geef mij de erfenis. U bestaat voor mij niet meer. Had alles er doorheen gejaagd. Toen kwam hij op hangende pootjes terug. Toen stond die vader niet in de deuropening, zo ventje, wat heb jij nou te vertellen? En wil jij nu aankomen en hoe zit het dan met dat berouw van jou? Daar gaat het helemaal niet over. Al die vrome praat die wij soms ophangen naar elkaar, daar gaat het in de Bijbel helemaal niet over. Toen die vader die jongen in de verte zag,
werd hij innerlijk met ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet en hij viel hem om zijn hals. Hij zei, kind, ben je daar? Je was dood. En die jongen wilde zeggen, vader, ik heb gezondigd. Hij heeft een heel verhaal bedacht. Ik ga mijn best doen, maar dat kon hij niet eens afmaken. Je was dood en je bent weer levend. Je was verloren en je bent gevonden. En hij kon zo binnenkomen, doorlopen. En het was 's avonds diezelfde avond feest. Alsof die jongen nooit van huis was geweest. Dat is God. Blijdschap in de hemel. Over jou. Als jij het hem gewonnen geeft. Als hij jou zo ver krijgt. Dat jij niet denkt, nou, ik wil er wel wat aan doen aan God. Maar niet te veel, want dat komt me allemaal te dichtbij. Maar dat je op de een of andere manier beseft. God, ik kan nergens beter terecht dan bij u. En u kunt mij hebben. Al heb u jaar en dag niks aan mij gehad. Ik kan je echt vertellen, er is niemand zo genadig, niemand zo goed als hij. Ga maar na, in de hele wereld om je heen, bij al die goden waar jij misschien achteraan loopt, of bij al die idolen die jij hebt, of bij al die mensen waar jij eindeloos via je smartphone mee in de weer bent en die jij volgt. Is er één als hij? Waarom moet hij het ontgelden? Waarom staat hij aan de zijlijn? Waarom moet hij eindeloos wachten? Terwijl die je onthaalt, in de omgang met hem er mooier van wordt en je dan volop het leven mag genieten. Ik ben echt geen iemand die niet van het leven geniet. Ik mag volop van het leven genieten, van alles wat God me geeft. Dus ik ben ook heel niet zielig. Echt niet. Ik hoop zelfs, of ik weet, ik durf dat wel te zeggen, door de omgang met hem, daar ben ik een mooier mens van geworden dan zonder hem. En het is nog steeds, ja, dat gaat nog steeds een beetje verder. Dat gaat ook nooit, dat is nooit over. Dat gaat steeds nog door. Want ik loop ook nog tegen mijn eigen rottigheid op, dus ik ben helemaal niet een heilige, maar wel een gered en ik word geliefd en ik ben bemind en ik mag in de ruimte van die liefde mag ik blijven oefenen. En soms is het natuurlijk om te janken dat ik na 45 jaar bekeerd te zijn toch nog steeds me laat verlokken door de zonde en toch nog denk dat dat leuker is. Dat heb ik ook, net als jij. Dus ik ben geen haar beter. Maar weet je wat zo fantastisch is? Dat ik een Abba heb bij wie ik terecht kan, elke dag. 7 dagen in de week. En die mij hebben kan en die het met me uithoudt. Want zijn naam is barmhartig, genadig, geduldig. Groot van goedheid en trouw. En in Jezus ben ik gered. Nou goed. Een jongere als gelovige. Ja, ingewikkeld, snap ik. Maar niet ingewikkelder als toen. Het is altijd een keus tegen de stroom in. Dat was het in het Oude Testament. Ook al in Israël. De meerderheid verloor zijn hart aan goden, afgoden. Het was zelfs zo erg in Israël dat God op een dag van zijn volk gaat scheiden. Nou, dan moet je het bond maken hè, als God gaat scheiden. Kun je nalezen, hè? God die zegt, het is klaar, een breuk nu. En dan gaat zijn volk in de ballingschap aan de heidenen overgeleverd. Aan de heidenen waar ze eigenlijk al helemaal mee vertrouwd waren. En dan aan die goden. Nou, mag je het daarmee doen? Dan ben je echt aan de heidenen overgeleverd. En dan gaat Jeruzalem in vlammen op. Zijn eigen huis gaat in de brand. Het is uit, over en klaar. En toch, het is niet uit, over en klaar. Het is al niet gebeurd. En dan staat er een ogenblik in zijn toorn. En dat God zich omkeert. En dat hij zegt, ik ga jullie toch weer roepen als een verlaten vrouw, als een vrouw waarvan ik ben gescheiden. Dat is God. En zo kan die jou hebben. Ook nu. Terwijl ik weet niet wat op je afkomt, heel veel geluiden en stemmen, net zoveel als toen. In het Nieuwe Testament trouwens ook. Weet je, dat was een wereld van het Romeinse Rijk. Dat was een multireligieuze wereld. Er waren ook in Rome, ik weet niet hoeveel goden en heel veel secularisatie, heel veel mensen die gewoon helemaal nergens meer aan deden. En daar middenin is Jezus. En daar middenin een stem die zegt, volg mij.
En er was wel even een hele grote schare, een hele grote menigte die aan zijn lippen hing. Maar uiteindelijk hield hij maar heel weinig mensen over. En toen zei hij tegen zijn leerlingen, willen jullie ook niet gaan? Toen zeiden ze, tot wie zouden wij gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Ze hadden intussen zoveel aan Jezus opgedaan, dat ze niet van hem los konden. En toch een keus maakten tegen de stroom in. Geloven is niet voor zwakkelingen, geloof is voor mensen die lef hebben. Dat zeg ik jullie maar even. Dat denken mensen wel eens. Ja, geloof is voor mensen die dat niet in hun eentje niet aan kunnen het leven. Maar dat is echt onzin. Geloof is niet voor mensen die een rollator nodig hebben of zo. He? Geloof is voor mensen die dwars tegen de stroom in. Dat iedereen zegt, wat een flauwekul die God, wat een onzin. Nou, ik weet wel iets leukers en iets aardigers. Dat je dan toch zegt, is niemand zo goed als hij. En dat je om te beginnen kind aan huis wordt bij hem, daar moet je lef voor hebben. Dan tegen de stroom in, niet je laat meenemen door het leven om je heen, maar heel bewust keuzes maken om in het spoor van Jezus te gaan en een mooier mens te worden, gaandeweg. Nou, daar heb je elkaar bij nodig. Volgens mij, kijk, Abraham, hè, ik zei het net, Abel, Noach, Abraham waren toch wel heel erg in hun eentje. Mooi dat jullie samen zijn. En je hebt elkaar ook nodig. Twee of drie, in mijn naam. Al zouden we met z'n tweeën zijn of met z'n drieën. En dat moet je heel concreet invullen. Dus niet alleen op een avond als nu. Maar gewoon dat je zeg maar, samen met een paar anderen gewoon ervoor gaat. En dan is het wel weer mooi. Je hebt een telefoon en je kunt een appgroepje maken. En dan zorg je dat je elke dag elkaar gewoon bijhoudt. Of je bidt. En wat je leest, kun je gewoon doen, hè? Heel eenvoudig. Want mensen vinden het heel moeilijk om het vol te houden, dat begrijp ik ook. Hier eentje is het heel moeilijk volhouden, schiet het er zomaar weer in. Maar als je het samen doet, met een paar, met twee of drie, en zegt, joh, wij houden elkaar gewoon bij, en we zorgen dat we elkaar niet kwijtraken, kun je gewoon doen, hè? Heel eenvoudig. Kun je gewoon organiseren. Dat deed ze ook in de eerste gemeente, weet je dat? Er staat ze volharden in de leer van de apostelen, dus in het evangelie wat ze hadden gehoord, en in de gemeenschap. Ze bleven bij elkaar komen. Want ja, ze waren met elkaar gered, maar ja, om dat vol te houden in die wereld van Jeruzalem, en er was een heleboel verzet hè, in die wereld van Jeruzalem, want daar was Jezus 7 weken daarvoor gekruisigd. Heb je het even door? Het was niet een hele meegaande wereld. Het was een wereld die eigenlijk helemaal dwarslag. Ik denk dat heel veel mensen van die 3000 hun familie niet mee hadden. En hun buren ook niet. Dus ze zochten de gemeenschap. Dat wat we met elkaar hebben begrepen, met elkaar hebben gehoord, om dat vast te houden, om daarop door te gaan. Volharding in het leer van de apostelen, in de gemeenschap. En dan staat erbij in de breking van het brood, om samen te leven van de liefde van God. En in de gebeden. Prachtig, vind ik. Dus ja, die mensen van toen hadden dat ook wel nodig, hè? Echt samen. Dat heb je echt nodig. En dat kun je gewoon organiseren. Dat zou ik doen. Dat zou ik je willen adviseren. Want, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, ik herinner me dat. We hadden vroeger een kolenkachel. Wie heeft hier nog een kolenkachel? Daar is niemand meer, hè? Nee. Nou, een kolenkachel had je vroeger en dan de kooltjes die moesten altijd zeg maar, bij elkaar blijven liggen. Als je één kooltje eruit haalde, dan ging die binnen de kortste keer eruit. Maar als die kolen bij elkaar lagen, dan konden ze de hele nacht het vuur gaande houden. Hoefde je alleen 's ochtends iets aan te blazen. Dat is heel apart. Het ging niet met z'n allen uit, die hielden elkaar aan. Kolenkachel. Dat is voor jullie een heel oud beeld, dus even denken. Is er nog een ander voorbeeld dat ook goed werkt? Oh ja, de peloton. Ja, dat had ik in mijn hoofd. Een peloton. Hebben jullie wel eens van een peloton gehoord? Een peloton bestaat uit 28 mensen. 28 MK, menskracht, moet je tegenwoordig zeggen. Geen mankracht, wat noem je? Menskracht. 28 MK. Weet je wat je dan krijgt? 28 MK.
dan krijg je iets waar je niet tegenop kunt. Ik heb het een keer gezien, bij mij in de kerk, toen ik in Amsterdam stond, iemand ging trouwen en die maakte, zeg maar, deel uit van een peloton van mariniers. En die jongens zaten allemaal in die kerk. En ik voelde de kracht. Ze zaten bij elkaar. Ik voelde gewoon, ze zaten zo. Ik zie het nog voor me. Ik voelde zo'n enorme kracht. Ze zeiden niks, maar dat zat. En toen legden ze me dat uit. En die 28, die moeten dus helemaal, die raken helemaal op elkaar aangewezen. Die moeten het met elkaar uithouden. Met alle verschillende karakters moeten het met elkaar uithouden. En dat is niet makkelijk, maar het moet. Ze moeten blindlings op elkaar gaan vertrouwen. Dat is ook niet makkelijk, maar het moet. Anders dan gaat het niet goed. En zo vormen ze samen één blok. Nou, jullie hoeven niet met 28 te zijn, maar gewoon een blok, gezamenlijk. Elkaar leren vertrouwen, elkaar ook kunnen verdragen. Trouwens, daar heeft Paulus het ook over. Eén Here, één geloof, één hoop, één doop, één geest. Eén God en Vader in allen en boven allen. Eén. En in die eenheid word je een kracht. Een kracht in deze wereld. Word je niet zomaar overlopen door de machten, maar ontwikkelt zich de kracht. De kracht van de geest. Waar jullie samen zijn in mijn naam, één zijn, ben ik in het midden. Notabene, de geest van God in jou. Stel je voor een peloton, 28 keer. In geestelijke zin. 28 keer de geest van God in ons. Want als we tot geloof gekomen zijn en leven uit zijn genade, is de geest ook in ons. Dat is zoveel geestkracht. Daar kan de wereld niet tegen op. Trouwens, het peloton van Jezus, uit hoeveel mensen bestond dat? 12. Goed zo. Ik denk, het zal toch niet waar wezen dat jullie dat niet weten. 12. Peloton van 12. En die hebben de wereld overwonnen, hè? Weet je dat? Door hen is het koninkrijk de wereld ingegaan. En dat koninkrijk dat zet zich nog altijd door. Het zag er niet uit hoor, zo op het eerste gezicht. Maar u zult aangedaan worden met kracht uit de hoge. U zult mijn getuige zijn. Te beginnen in Jeruzalem, het hol van de leeuw, tot aan de einde van de aarde. Lieve mensen, je hebt aan mij gehoord. Ik geloof niet in dat jullie het vandaag moeilijker hebben dan mensen toen. Ik geloof erin dat het vandaag nog net zo moeilijk is als toen. En toen al net zo moeilijk was als nu. Maar dat God dezelfde is. En dat het helemaal niet ligt aan de tijd of jij wat met God hebt. Maar hieraan ligt of jij op je knieën gaat. En dat je mag leven van dezelfde genade. Dat je dezelfde lef en dezelfde moed moet hebben. Tegen de stroom in, tegen alles in, te zeggen, en ik ga voor God. Want God ging al lang voor mij. En ik ga niet voor waar iedereen voor gaat, want dat is gewoon slappe hap. Te gaan waar iedereen voor gaat, dat is gewoon slappe hap. Dat is geen kunst aan. Het klinkt wel stoer, het lijkt wel vrij. En, oh, ik doe wat ik wil. Nee, je doet helemaal niet wat je wil, je doet wat iedereen wil. Dus het is helemaal niet stoer. Het is gewoon slappe hap. Zeg ik even. Stoer is het om dwars tegen de stroom in Christus te volgen. En gewoon te leven uit zijn genade, door de kracht van zijn geest, er een mooie mens op te worden. En dan op die manier te genieten van het leven wat hij je geeft. En zelf tot een zegen te worden. En toekomst te hebben, het koninkrijk tegemoet. En het is aan jou. Ik heb je het leven en de dood voorgehouden, om het zomaar eens te zeggen. Hopelijk op een beetje 2.0 manier. Kies dan het leven. En kies er samen voor. En neem elkaar erin mee. Houd elkaar erin vast. Jullie kunnen hier een geweldige kracht vormen. Je bent hier met een kleine 100 man. Je kunt een geweldige kracht gaan worden. Een peloton van 100 man. 100 mk. 100 gk. 100 keer geestkracht. Daar gaat het hele land van Heusden en Altena. Dat neem je in bezit, als je wilt, toch? Om te beginnen in Veen. Ga maar bidden.
En laat God zich maar bewijzen aan jou, in jou. Ga maar door de knieën. Je hoeft zelf niks klaar te maken. Je mag leven van dat wat Hij voor je heeft. Maar ja, nog één ding. Het laatste ding. Dat heb ik in mijn binnenzak, dat laatste ding. Dit kun je gebruiken om elkaar vast te houden. En dit ding kan ook de grote sloper worden van jouw geloof. Als je dan toch het heel concreet wil hebben, wat vandaag de grote sloper is, dat is dit ding. En dat geldt voor iedereen. Tot in de kerk toe. Dit ding neemt ons in beslag, in bezit. Dit ding maakt ons leven uit, de dienst. Dit ding slokt onze tijd op. En voor dit ding moet zelfs God wijken. Want je bent drukker met appen dan met te bidden, toch? Aan bidden kom je niet toe, aan appen altijd. Geloof je het zelf? Dit ding. Het is aan jou hoe je ermee omgaat. Of dit ding de sloper wordt van jouw geloof. Of dat je dit ding gaat inzetten voor de komst van het Koninkrijk van God. Daar wou ik hem even bij laten.